In de vorige les ging het over deugden. We kijken samen naar een samenvatting hierover voordat we verder gaan met het nieuwe onderwerp van deze les, en dat is dapperheid. We hebben de vorige keer gezien dat een deugd een positieve eigenschap is die iemand heeft. Een ondeugd daarentegen is een negatieve eigenschap. Het is pas een eigenschap als iemand dit vaak laat zien. Een deugd en een ondeugd kan zijn aangeleerd of zijn aangeboren. We gaan het nu hebben over een deugd, namelijk dapperheid. Als je zegt dat iemand dapper is, dan is het een eigenschap van deze persoon. Om dapper te zijn, moet de persoon aan 3 voorwaarden voldoen. Als eerste moet het om een goede daad gaan. Bijvoorbeeld dat je iemand uit het water redt. Als tweede heb je ook goed over die situatie nagedacht. Je springt niet roekeloos in het water, maar je hebt eerst gekeken of er geen gevaar voor jezelf is. Als derde en laatste, je overwint je eigen angst en gaat over op de actie zelf. Iemand die geen angst voelt en een kind redt, doordat hij zelfs een hele goede zwemmer is, is er niet echt dapper. Neem niet weg dat hij dan wel een erg goede daad heeft verricht. Als je nu naar de eerste voorwaarde kijkt, dan lijkt het alsof de goede daad per se op iemand anders gericht moet zijn. Maar dat hoeft niet. Bij een goede daad kan het ook om jezelf gaan. Als je eindelijk nee durft te zeggen tegen iemand die je altijd commandeert, dan kan het ook een goede daad voor jezelf zijn. Andere mensen kunnen dan zeggen: wat was jij dapper toen je dat zei?